What up mensen, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Vandaag gaan we het hebben over mijn favoriete onderwerp ter wereld, namelijk school. Yay. Ik ben nooit naar school geweest. Ik ben wel naar school geweest, maar ik ben niet naar een vervolgopleiding gegaan. Laat ik het zo zeggen. En dan vraag je je natuurlijk af, hey Kelvin, wat is een vervolgopleiding? Nou ja, dat is dus iedereen weet wat een vervolgopleiding is. Waarom leg ik dingen uit in mijn video's waarvan eigenlijk iedereen ze al weet? Een paprika is dus zo'n rood ding met zo'n groene en dan kun je het ja. Wees niet bang mensen. Kijk, ik ga nu niet praten over school. Zo van, hey, doe je huiswerk, leef je leven. Ja, je moet, doe je huiswerk wel, doe je best op school. Dat ga ik ten eerste even zeggen. Ik ga vooral vandaag praten over mijn mening over school. Dus er zijn een aantal dingen die er gebeuren in scholen en wat dan ook. En daar ben ik het misschien mee eens en misschien mee oneens. En daar ga ik het vandaag over hebben. Let's go. Yeah. Je kan niet meer dabben in 2017. Het is eigenlijk, is het verboden. Ja. Kijk, ik ben zoals ik al zei, ben ik niet naar een vervolgopleiding gegaan. En dat betekent dat ik mijn VWO school heb gedaan. Dat was let's go, bang bang, mevrouw Ettema, alles goed. Nederlands, de grammatica, yo. Yes. Oké, maar goed, weet je, middelbare school afgelopen. Ik heb mijn examen gehaald. En toen was het moment daar, oké, ik moet een studie kiezen. Kiezen is het meest verschrikkelijke wat ik ooit heb moeten doen. Een keuze maken voor mijn studie was nog nooit zo moeilijk. En ik overdrijf niet. Kijk, weet je, dat was een verschrikkelijk jaar voor mij. Ik weet nog wel dat ik in bad zat. Het is echt heel raar dit, maar dat is echt gebeurd. Ik zat in bad. Ik zat in bad. Ja, sorry. Nee, ik zat in bad en ik voelde me gewoon half depressief. Ik dacht echt, oh fuck. Ik weet niet waarom ik dit zeg trouwens. Maar ik kan me een moment herinneren dat ik in bad zat en dat het gebeurde. Dit is trouwens schone was. Een wasrek. Ik doe mijn eigen was. Maar ik heb in dat jaar dat ik een keuze moest maken voor mijn studie. Oh, wat een kutjaar was dat. Elke keer als ik op een verjaardag kwam van een oom of een tante of een broer of een nicht of van een oma of wat dan ook. Dan, oh, fuck. Ik word nu al gewoon weer nerveus als ik eraan terugdenk. Want ik weet gewoon dat elke keer als ik daar kwam en het viel stil, dan was er iemand in de groep die vroeg. Hey yo, Kelvin, my name. Hey, heb je al een studie gekozen of night 10? Met andere woorden, Kelvin, heb je al een studie gekozen? Waarop ik dan antwoordde van, ja, ik moet gaan. Sorry, doei. Ik moet gewoon door. Ik heb gewoon verschillende verjaardagen geskipt. Ik ben niet naar verjaardagen gegaan omdat ik bang was voor die vraag. Het is echt gebeurd. Ik vond het gewoon verschrikkelijk omdat ik niet wist wat ik moest kiezen. Iedereen wist wat hij wou in zijn leven. Iedereen dacht, ja, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Ik word boer, ik word fucking leraar, ik word dokter, ik word chirurg. En ik zat daar, ik weet niet. Een studie kiezen vond ik gewoon echt fucking moeilijk. Klaar. En uiteindelijk heb ik een studie gekozen, bedrijfskunde. Alleen heb ik mijn last minute uitgeschreven. Ik heb een studie gekozen, ik ben zo DigiD, ben ik zo gegaan naar bedrijfskunde op Amsterdam, UvA, toen uiteindelijk heb ik last minute besloten, nee, ga ik niet doen. Fuck, ik voel het verkeerd, uitgeschreven, mijn ouders verteld, waren er niet heel groot fan van, maar weet je wat, YOLO. Wow, YOLO. Wie zegt YOLO nog? YOLO. Maar goed, dat is dus mijn verhaal wat betreft kiezen. Er is een reden waarom ik het hierover heb. Namelijk, ik wil jullie helpen met kiezen voor een studie. Dat is het ding. En dat heb ik al gedaan. Ik heb een aantal scholieren die zich een paar weken geleden hebben aangemeld. Die zeiden, hey Kelvin, ik weet niet wat ik moet kiezen, man. Ik heb echt stress, want ik wil of dit. Dus wil je me alsjeblieft helpen? Die heb ik geholpen. Ik ben met die personen naar de studie gegaan. Daar ben ik heen gegaan. Heb een beetje lol getrapt. Een beetje geouwehoerd. Een beetje grappig gedaan en allemaal. Dat was leuk. Top, love you. En ik heb dat niet alleen gedaan, maar ik heb daar ook video's van gemaakt. Ik heb video's gemaakt van hoe ik die mensen heb geholpen. En het is echt lachen geworden, dus wil je dat sowieso zien, dat kan. Dan ga je naar het YouTube kanaal van KiesTV. Hier, oké, okay, leuk, ik was KiesTV. Hey. Je kan dus die video's gaan checken, superleuk. Het ging ongeveer zo. Ik heb een tekening voor jullie gemaakt. Ja, geweldig. Het is even artistieke invalshoek van wat er gaande is hier. Ik heb ook jullie een cape gegeven. Knock it! Die zijn een soort superhelden, zijn jullie. Superman, oh. We zijn bijna hier, mijn klaar. Oké, okay. Hey, rustig aan, joh. Neem de tijd. Dus KiesTV. Staat ook in de beschrijving. Eerste link in de beschrijving. Wat mij trouwens ook vaak gebeurt tegenwoordig, is dat mensen mij van mijn leeftijd, ik ben nu 20, hallo, ik ben al een opa, alles goed. Ik voel me al oud. Zo raar, ik voel me gewoon al oud. Ik ben 20 jaar en ik voel me oud. I don't fucking know what's happening, man. Wat ik gewoon merk, is dat heel veel mensen van mijn leeftijd die wel studeren, wat prima is. Weet je, als je dokter wil worden, als je wat dan ook, je moet gewoon studeren. Als je niet een bepaald plan hebt, je kan niet zomaar zeggen, ik ga niet studeren, zonder een plan te hebben. Ik had echt het gevoel dat ik om mijn 17e had ik een plan. Ik ging naar Amsterdam, ik ging video's maken, bedrijf starten en dat gaat nu goed. Dat gaat nu goed. Zo raar om te zeggen. Ik ben niet dakloos. Laat ik het daarop houden. En dat was mijn plan. Maar als jij nog niet zo ver bent met een plan, dan zou ik je streng aanraden om te gaan studeren zodat je jezelf kan vinden. Zodat je erachter kan komen wat je wil, wat je kwaliteiten zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Maar nu krijg ik wel vaak de vraag. Hey Kelvin, goos, alles goed jongen? Yo, what's up? Mis je dat studentenleven niet? Dat is toch fantastisch?
Nee. En daar wil ik het nog heel even over hebben. Namelijk mensen die tegen mij zeggen: Kelvin, mis je het studentenleven niet? En dan vraag ik me af, wat de fuck is het studentenleven eigenlijk? Het is natuurlijk vrij simpel, oké? Het leven van een student. Wat is er nou zo fantastisch aan het studentenleven? Dus dat heb ik onderzocht. Ik heb dat nagevraagd. Ik heb een aantal van mijn studentenvrienden gevraagd. Hey, luister, als jij iets tofs aan het studentenleven moet verzinnen, wat is dat dan? Geef het me door en dan ga ik in een video kijken of ik het daar ook mee eens ben of niet. Zodat ik erachter kan komen of ik aan de ene kant het studentenleven totaal niet mis en denk, weet je wat, ik ben gelukkig met mijn leven zoals het is. Of dat ik bij mezelf denk, nee, ik wil toch student worden. Ik wil gewoon studeren, zo leuk. Dus ik heb er zin in. Je kan iets doen wat je leuk vindt, want je zit nu niet vast aan een vakkenpakket. De laatste keer dat ik checkte in mijn leven, zat ik ook niet vast aan een vakkenpakket. En kon ik ook doen wat ik leuk vond. Dus ik vind het niet echt een topargument. Laat ik het daarop houden. Kijk, ik snap wat je hiermee wordt bedoeld. Dat je niet meer wiskunde hoeft te doen terwijl je gewoon niet goed bent in wiskunde. Maar ik heb nou niet het gevoel alsof ik moet doen wat me opgedragen wordt. Want ik ben zo vrij als een vogel, jong. Ik ben zo vrij als een vogel, jong. Dus dit argument was niet goed. Veel feestjes en evenementen, speciaal voor studenten en leeftijdsgenoten. Nou, oké. Daar zit misschien wel wat in, mensen. Wat ik wel heb, en daar ga ik eerlijk in zijn, ik heb redelijk wat feestjes. Laat ik het daarop houden. Ik heb redelijk vaak, ja. Dikke pik! Dude, what the fuck? Sorry. Uitnodigingen voor borrels of voor feestjes of wat dan ook. En dat vind ik super leuk. Alleen, dat zijn wel altijd grote mensen dingen. Snap je? Dat zijn heel vaak grote mensen dingen. Waar allemaal volwassen mensen zijn en shit. En dan moet ik me ook, ja, ik weet niet. Dan hangt daar een sfeertje van. Ik denk, yo, dit is de grote mensenwereld. Terwijl ik eens in de zoveel tijd gewoon een feestje heb bij Nina thuis bijvoorbeeld. Die woont met andere studenten. En waarbij ik echt die vibe krijg van, dit zijn dus hippe jonge mensen die feest vieren. Oké, I like it. Oké. Dit is een prima reden om student te zijn. Absoluut. Korting op allerlei dingen puur omdat je student bent. Ja, godverdomme! Kut! Ik wil ook korting! Nou, oké. Ik moet eerlijk zijn. Dit klopt. Omdat je student bent, heb je zo'n kortingspas. Hey, ik ben student. Mag je nou korting? Ja, is goed, joh. Hier, de bioscoop. 10% korting. Hey. Maar wat je ook kan zien, omdat ik op deze plek zit met YouTube en zo, en allemaal een soort van kijkers heb, en zo getallen heb, zo allemaal mensen, wauw, kan ik gewoon eens in de zoveel tijd gewoon gratis shit fixen. Gratis kleren, gratis naar Walibi. I don't fucking know. Beetje van die dingen. Snap je zo van, ah, je hoeft niet te betalen, kom maar, wat dan ook. Dus ergens denk ik dat ik toch mijn leven verkies boven het eens in de zoveel tijd korting krijgen als ik kan fixen dat ik gewoon gratis shit krijg. Nee! Dit was niet goed! De vrijheid van het voor eerst op jezelf wonen. Ja, oké. Weet je, leuk. Absoluut. 100% leuk. Maar ik weet niet of je dit hebt gezien. Dit is een huis. Mijn ouders wonen hier niet. Ik ben hier een aantal jaren geleden heen gegaan om op mezelf te wonen. Toen ik 17 was en geen studie had gekozen. Dus hou je bek. Nee hoor, ik zit te treiteren. Ik snap 100% wat je bedoelt. Maar ook als je niet studeert, kun je op jezelf gaan wonen. Moet je het financieel natuurlijk wel kunnen betalen. Ja. Je kan voor het eerst zelf alles bepalen zonder dat je je moet verantwoorden tegenover een baas of je ouders. Oftewel, als ik uit wil gaan op een dinsdag, ga ik lekker uit op een dinsdag. Guess what? I can do that too, boy! Dat kan ik ook. Dus niet per se voor het studeren. Kijk, dat zijn eigenlijk bijzaken in het leven van een student die je ook kan doen als je niet studeert. Je kan je studieuren grotendeels zelf invullen. Ja, oké. Okay. Je kan je studie grotendeels zelf invullen. Kijk, ik kan mijn leven ook grotendeels zelf invullen. Dat klopt. Absoluut. Ja, je kan een stage in het binnen- of buitenland gaan doen. Ja, dat vind ik dus wel jammer. Dat meen ik oprecht. Kijk, ik heb wel het gevoel, omdat ik alles soort van zelf wil doen, zelf oppakken, helemaal op mezelf aangewezen ben, dat ik soms een kijkje in de keuken van iemand anders mis. Snap je? Kijk, een stage had ik oprecht heel leuk gevonden. Al helemaal in het buitenland. Zodat ik een beetje kan zien hoe het bij andere bedrijven gaat, zodat ik dat mee kan nemen. Dus een stage vind ik wel echt, ook als andere mensen stage lopen bij ons, als ik studenten ken die stage lopen bij andere bedrijven, die vinden dat leerzaam, dan denk ik wel van, oké, weet je, dit had ik ook wel gewaardeerd. Gewoon even een half jaar of een jaar bij een bedrijf. Even kunnen rondlopen, even kunnen speaken. Zo van, oké, zo gaat dit dus. Zo gaat dit dus. Stage, oké, I gotta give it. Je krijgt sneller de kans om een andere stad te ontdekken dan waar je bent opgegroeid. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja Kelvin, je bent ook naar Amsterdam gegaan. Dat klopt wel. Alleen, wat ik wel toch een beetje het gevoel had toen ik in Amsterdam kwam, er waren er hier niet echt mensen waarvan ik dacht, oké, dan. Weet je, wij gaan chillen. Omdat ik hier met Peter was en kwam met Peter chillen, maar daarnaast hadden we niks. Ik had geen klasgenoten, ik had geen leeftijdsgenoten, ik had geen studiemaatjes of wat dan ook. Dus ergens was er wel een punt waarop ik dacht, ja fuck, I don't know who to call when I just wanna chill, man. Terwijl als je een studie doet, zit je gewoon met mensen in de klas, die wonen ook in die stad. Dan kun je gewoon zeggen naar school, hey man, laten we even, ja is goed man, gaan we even chillen. En dan ga je uit en dan is leuk. Ook hierom zou het misschien wel fijn zijn om een studie te doen. Je leert mensen kennen die dezelfde dingen leuk vinden en in dezelfde fase van hun leven zitten. Ja, nou dit is ook wel waar. Jeetje, ik moet gewoon gaan studeren, jongen. Oh nee, ik moet studeren. Fuck, ik kom erachter. Het is zover. Ik ga me nu inschrijven. Ja, dit is wel waar. Omdat ook ik nu het gevoel heb dat ik vaak mensen om me heen heb die of in één keer 4 jaar jonger zijn, of 10 jaar jonger, of 10 jaar ouder, of wat dan ook. En ik kan wel connecten met die mensen. Ik zit wel met die mensen op een level, maar het is niet dat we echt op hetzelfde level zitten. Terwijl als ik bijvoorbeeld met leeftijd
leeftijdsgenoten of iets dergelijks praat. Of mensen die een beetje in dezelfde fase van hun leven zitten. Kijk, daarom dat ik zo goed ben met Peter. Want we zitten in dezelfde fase in ons leven. Eigenlijk. Namelijk carrière, ook een beetje verliefd, werk voor je geld, doen wat we leuk vinden. Ook al is Peter 3 jaar ouder, zitten we wel in dezelfde fase van ons leven. En ik mis dat ergens wel. 9 van de 10 mensen waarmee ik elke dag ben, zitten in een andere fase. Mensen die op kantoor zitten, die werken. En die zijn vaak wat jonger. Andere mensen waarmee ik werk, zijn in één keer 30 en 40. Gewoon, die hebben kinderen. Die zijn zwanger in één keer. Ik mis gewoon leeftijdsgenoten. Bij veel scholen / universiteiten heb je de kans nieuwe dingen vrijblijvend uit te proberen. Sporten, clubs, reisjes. Oké, dit wist ik niet. Ik ga me nu inschrijven voor een studie. Fuck dit. Nou, ook dit is wel zoiets. Kijk, want ik ben nu ook veel minder geneigd om een voetbalclub te gaan of zo. Omdat ik gewoon niet echt weet waar ik terecht kom. En het wordt me ook niet echt aangeboden. Terwijl als je een studie doet, zit je in de kantine, zit je gewoon chillen, komt zo'n flyertje. Wil je ook voetballen in het studententeam? Meld je dan nu aan. Oké, is wel leuk. Nu gebeurt dat niet. Ik heb geen flyers hier. Het enige wat ik heb is dit. Ik zou het ook wel leuk vinden als student zijn om dan dit te doen. Absoluut. De vraag van vandaag is, Kelvin, mis je het studentenleven? Mijn antwoord daarop is, misschien een beetje. Ik ben super dankbaar voor alles wat ik doe en mag doen in het leven. Alleen toch dat er een soort van onschuld zit in dat studentenleven. Dat het allemaal nog niet zo serieus is. En dat het een soort van vrijblijvend is. En allerlei verschillende impulsen met leeftijdsgenoten. Zo dat ik denk, oké, het is misschien wel leuk. Het is misschien wel interessant om dat leven te leiden. Ja. Dus Kelvin, ga je nou een studie doen? Nee, ik kan gewoon nog steeds niet kiezen. Dus wil je de video's nou checken waarin ik een aantal scholieren help komische wijze om een studie te kiezen? Dan kan dat. Ga naar het kanaal van KiesTV. Staat als eerste link in de beschrijving. En dan kun je die video's checken. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Tot de volgende keer.